Het is maandag vandaag. Ik ben net thuis uit school. Ik ga even mijn jas uitdoen. Want die hoef ik niet aan te houden binnen. Ik had vandaag van 2:30 tot 4:00 school. Maar ik dacht van 1:30 tot 4:00. Dus ik was om 1:30 op school. Uurtje te vroeg. Ik had nog een uur langer op mijn bed kunnen blijven liggen. Maar vooruit. Wel heb ik iets heel erg leuks. Dat ik heb namelijk weer een pakketje ontvangen van Naked. Dus die items zal ik eventjes aan jullie laten zien. En ik heb ook weer een kortingscode. Zoals ik al zei, mocht ik dus weer 4 items uitzoeken bij Naked. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb een beetje meer gekeken naar zomerdingetjes. Want het wordt ook weer bijna het festivalseizoen. Allemaal leuke feestjes. Dus ik wilde daar wat leuke items voor. En die heb ik zeker kunnen vinden. Dit zijn een beetje de kleuren. Wit, geel en lichtblauw. Dus echt van die lekkerste zomerse kleurtjes. Dus laten we maar beginnen. Als eerst heb ik iets 2 keer besteld. En ik heb dit ook al 2 keer. Ik heb namelijk een zwarte en een okergele. Het is namelijk een body met 1 schouder. Misschien als jullie mijn vlogs vaker kijken, dan weten jullie dat ik hem al in het zwarte en in het okergeel dus heb. Maar ze hadden nu nieuwe kleurtjes. Namelijk licht babyblauw en licht geel. En ik vond die kleuren zo mooi dat ik dacht van, ik kies die ook gewoon. Ze hadden alleen helaas niet meer mijn maat. XXS heb ik meestal van deze bodies. Maar ik dacht, ik probeer nu gewoon een XS'je. Misschien past het ook wel gewoon. Dus dat heb ik gedaan. Dit is de gele kleur. Kijk nou even hoe mooi deze kleur is. Love it. Dit is de body. Hij heeft dus 1 mouw. Een heel lang mouwtje. En wat fijn is aan deze body, wat ik bij de vorige bodies ook al had verteld, is dat deze body in de vorm is van een string. Ik vind het echt heel erg lelijk als je een strak broekje aan hebt en dan zo'n randje ziet van een body of van een onderbroek of zo. Vind ik echt niet mooi. Dus ik ben zo blij dat deze body een stringvorm aan de onderkant heeft. Want dat hebben niet veel bodies. En deze is wel. Ik heb hem dus nu in een maatje XS. Ik hoop dat hij past, want normaal heb ik XXS. Maar als ik hem zo zie, moet dit wel passen. Dus die heb ik uitgekozen. Dit is de gele body. Zoals je kunt zien schijnt hij wel een beetje door. Maar dat ligt gewoon aan de BH die ik nu aan heb. Het is namelijk een witte bralette van de H&M. Daar moet gewoon een huidskleurige BH onderaan. Ja, en dan eigenlijk strapless. Zodat je dat bandje ook niet ziet. Of je doet gewoon een normale BH aan en je stopt dat bandje weg. Dat kan ook. Dat doe ik ook altijd. Dit broekje heb ik trouwens ook nieuw. Die is van de Zara. Ik zal even een linkje ervan in de beschrijving zetten als ik hem nog kan vinden. Hij is echt leuk. Hij komt high-waisted, want mijn navel zit hier. Het broekje zit iets daarboven. Maar het gaat nu om die body. Ik vind die body echt heel erg leuk. Het stoort me totaal niet dat het een grotere maat is. Ik vind hem eigenlijk wel misschien nog wel mooier zitten. Omdat hij niet zo trekt. Ik heb gewoon nog lekker ruimte. Ik kan nog lekker eten. Ja, ik vind deze echt heel leuk. Dan zoals ik al zei heb ik dus dezelfde ook in het blauw. En dit vind ik ook echt. Deze 2 kleuren zijn denk ik zo mooi als je echt lekker bruin bent in de zomer straks. En ach, love it. Ik heb hem dus ook in dit kleurtje. Hij lijkt een beetje op de kleur van mijn trui. Alleen hij is iets meer lavendel of zo lijkt wel. Deze is ook weer een lang mouwtje. En ook weer de onderkant is in de vorm van een string. Wat wel heel erg fijn is, is dat je de body aan de onderkant open kan maken met van die drukknoopjes. Dus als je naar de wc gaat, hoef je niet heel je body uit. Kan je gewoon de onderkant open maken. Openknopen. Openknopen? Ja, openknopen denk ik. Dus die ook in een XS. Dit is de blauwe top. Ik ben echt verliefd op die blauw. Ik vind die blauwe zo mooi. Kijk nou die kleur. Het is niet echt blauw, geen lila. Het is een beetje lavendel of zo lijkt wel. Deze schijnt al wat minder door. Dat komt denk ik gewoon door die dichte kleur van dat gele. Maar deze vind ik ook echt heel erg leuk. Ook deze maat zit weer prima. Het is natuurlijk gewoon dezelfde maat als die gele. Ik denk dat die gele trouwens ook heel leuk zou met een spijkerrokje. Maar dit vind ik eigenlijk ook best wel leuk. Misschien nog een leuke beltback of zo eromheen om het af te maken. Dan nog 2 witte items. Om te beginnen dit blouseje. Die vind ik echt heel erg schattig. Ik heb hem in een maatje 34. Ik hoop dat hij niet te groot is. Want ik vind items van Naked altijd best wel groot vallen. Oeh, hij ziet er best wel groot uit. Oh. Maar ja, boeien. Het is in ieder geval dit blouseje. Aan de voorkant gaat hij vast met een knoopje. Maar het kan dus ook los. Het is een blouseje dat helemaal doorschijnt. En ik vind hem echt heel erg leuk. Dit op een leren broekje of zo. En die mouwen zijn ook een beetje flared, zoals je misschien kunt zien. Kijk. En dan voor heeft hij een strikje die je open en dicht kunt doen. Hij is wel helemaal doorschijnend. Ik zou er zelf een witte bralette onder doen. Vind ik het mooist, denk ik. Deze heb ik dus in de maatje 34. En hij lijkt het. Ik denk wel dat hij past trouwens. Misschien dat alleen de armen iets lang zijn. Maar dat maakt op zich niks uit. Ik vind deze echt. Deze vind ik heel leuk. Zoals voor festivals. Met een leerbroekje. En dan mijn nieuwe Dr. Martens eronder. Die hopelijk deze week trouwens binnenkomen. Maar in ieder geval dit blouseje. Dit is het blouseje. Hij is helaas wel een beetje bij mijn arm aan de grote kant. Maar 32 was denk ik echt perfect geweest. Want dan had hij ook dat bandje zeg maar zo gevallen. Maar ik vind hem wel echt heel erg leuk. Ik ga hem denk ik gewoon dragen hoor. Met het festivalseizoen. Maakt me echt niet uit dat hij te groot is. Ik vind het echt heel leuk. En hier kan je hem dus ook nog eventueel als je zou willen
vastknopen zo. Maar ik vind hem los leuker, denk ik. Alleen jammer van die armen. Maar misschien dat ik daar iets op kan bedenken. Of nou ja, ik vind het eigenlijk niet heel erg. Ik vind het wel leuk staan. Dus dat is het blouseje. En dan als laatste het hele leuke jurkje in een maat 32. Dus ik hoop dat die ook goed zit. Ik had dit jurkje vorig jaar al een aantal keer bij een paar andere meiden gezien. Bij Esmee volgens mij, bij Melanie Latoy. Ik vond het toen zo gaaf. Dat ik dacht van, nou, ik kies deze ook gewoon uit. Oh, de maat ziet er echt perfect uit. Hele lekkere dikke stof. Dit is het jurkje. Van voor en achter is die gevlochten. Dan in je middel heeft hij zo'n band om hem strakker te krijgen. Maar zo'n tijbandje. En dan zit het jurkje. En de armen van die schattige pofmouwtjes. Ik vind deze echt heel erg leuk. Ik heb dus in een maatje 32. Omdat ik anders dacht dat die echt te lang zou worden. Want het model was 1,74 en die had een 34 aan. Dus ik dacht, nou neem ik gewoon een 32. Ik kijk altijd heel erg naar de mate welke wat het model aan is, zeg maar, qua maat. En daarop beslis ik welke maat ik bestel. Omdat ik naked het altijd best wel groot vind vallen. Dus ik heb hier van 32, zoals ik al zei. En ze hadden deze ook nog in een blauwe kleur. Maar ik vond wit wel heel erg schattig. Oh, deze vind ik echt heel leuk. Dit is het jurkje. Ik ben echt zo blij dat ik van deze maat 32 heb gekozen. Want hij past echt perfect. Ik vind hem zo leuk. Hij schijnt wel een heel klein beetje door. Of lijkt dat maar zo. Nee, hij schijnt niet door. Er zit namelijk wel een onderjurkje onder. Dus dat is wel echt chill. Ik vind deze zo leuk. En op je rug heeft hij dus ook die... dat vissengraatpatroontje. Ik vind hem echt heel leuk. Bij je armen schijnt hij wel door, zoals je kunt zien. Zeg maar leuk detail zo. Stel dat je hier een leuke beltback of een leuk riempje nog omheen hebt. En dan Dr. Martens eronder. Of... Ik vind deze echt heel leuk. En deze hebben ze dus ook nog in een blauwe kleur. Echt, oh, love it. Echt verliefd. Ik heb voor jullie dus ook een kortingscode die zal in de beschrijving staan en zal vandaag en morgen geldig zijn. Dus denk je nou, ik vind die bodies of dat blouseje of dat jurkje ook zo ontzettend leuk. Of je wilt gewoon kijken voor iets anders. Neem een kijkje, gebruik mijn code. Want je krijgt toch weer 15% korting. Is het toch weer 15%? Dus dat is echt heel erg chill. En ik ben echt super blij met deze items van Naked. Ik denk misschien wel dat dit een van mijn lievelingsbestellingen is bij Naked. Of zeg maar keren dat we hebben samengewerkt dat ik dingen mag uitkiezen. Dat dit echt mijn 4 favoriete items zijn. Echt zo leuk. Die bodies ook. Kijk wat voor mooie kleurtjes. Ik kan er gewoon niet over uit hoe mooi deze kleuren zijn. En dat blouseje. Ja, het is jammer dat hij net een maatje te groot is. Ik had echt een 32 moeten hebben. Maar boeit me eigenlijk niet. Ik ga hem gewoon lekker dragen. Dus ja, heel blij mee. Voor nu ga ik even dit jurkje uitdoen. Even weer lekker mijn trui en mijn broek aandoen. En ga ik eventjes... Voor nu ga ik eventjes deze dingen weer uitdoen. Even netjes in mijn kast leggen. En mijn weekvlog van morgen bewerken. Want ik moet nog een klein stukje van de Senio eraan toevoegen. Want dat was ik nog vergeten te filmen. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan vanavond komt Miel misschien hier slapen. Dat weet ik nog niet eigenlijk. Maar als hij komt slapen ga ik even een massage op hem oefenen. Want ik heb morgen mijn praktijktoets. En daar moet je ook bij masseren. Dus die wil ik nog eventjes oefenen. Morgen heb ik dus eerst mijn praktijktoets. Daarna ga ik met Char naar Delft gaan foto's maken. Ik ga ook sowieso een leuke foto maken met dit jurkje. Dus top. En voor de rest van de week heb ik nog niet echt een planning. Eigenlijk. Ja, woensdag ben ik vrij van school. Donderdag en vrijdag zijn mijn laatste stage dagen. Daar heb ik zo erg op gewacht. Oh my god. Dus dat. Maar voor nu ga ik eventjes... voor nu ga ik mijn weekvlog bewerken. Het is dinsdag vandaag en ik ben alweer thuis van school. Het is nu 11 uur. Ik had van 9 tot half 11 had ik mijn gelaat praktijkexamen. Ging op zich wel oké, maar ik weet niet... Dat was dom. Of ik hem echt heel goed gemaakt heb. Ik hoop dat ik geslaagd ben. Dat horen we deze week. Dus even afwachten. Als je denkt, waarom zijn haar handen zo oranje? Ik ging gisteravond de massage oefenen bij Miu. Maar we hadden geen bodylotion. Dus ik had gewoon even van de Bondi Sands had ik bodylotion gepakt. Maar blijkbaar wordt hij dus ook bruin. Dus heel mijn hand is oranje. Het ziet er echt niet uit. Het is ook echt alleen mijn hand. Maar het is heel raar. Want Miu's rug en zijn gezicht is niet oranje. Dus... ik weet niet waar het komt. Ik ga nu eventjes mijn haar stylen. De steltang is warm nu ondertussen. Want ik ga met Char foto's maken in Delft. Ik wil eventjes mijn haar gesteld hebben. Dus dat is wat ik nu ga doen. Mijn haar heb ik gesteld. Ik weet niet of jullie het aan de onderkant kunnen zien. Maar mijn haar is echt een stuk minder geel. Althans, ik vind het een stuk minder geel. Het is meer assig. Het is nu eigenlijk best wel een beetje zoals ik wil hebben. Ik wil alleen nog binnenkort wat highlights bovenop gaan zetten. Omdat ik het vooral... aan de onderkant nu heel blond vindt. En eigenlijk iets
te donker nog. Ik wil het eigenlijk nog even iets lichter hebben. Ik weet niet of jullie het zo goed kunnen zien. Maar het is vooral aan de onderkant. En ja, ik vind het wel een mooie kleur blond nu. Het is best wel assig. Dus daar ben ik wel echt blij mee. Ik ga nu even wat outfitjes pakken. Ik ga sowieso dat jurkje van Naked aandoen met een foto. Ik had ook echt super graag een foto willen maken met dit shirt van Off-White. Die is van Miu. En dan met mijn nieuwe Off-White Dr. Martens. Maar die zijn dus nog niet binnen. Dus dat is een beetje jammer. Dus ik zit even te bedenken of ik nu wel alsnog een foto hiermee ga maken. Of dat ik die dus bewaar voor als ik mijn Dr. Martens heb. Ik word helemaal gek van die kleine plukjes. Kijk hoe klein mijn plukjes zijn. Het is gewoon bijna een pony. Is dat niet normaal? We staan in een parkeergarage. We gaan ons hier omkleden. We hebben net al een foto gemaakt met... Dit is trouwens een nieuw jasje in de vlotcollectie. Dus, scoren, scoren, scoren. En ik heb even een foto gemaakt met dit jurkje van Naked die ik gisteren laat zien. En Charles dit aan. Ja man, je ziet veel. Dit zo. Ze hebben... samen. Ja, het ging op zich wel oké. Charles mee als model. Maar we hebben de auto dus geparkeerd in een parkeergarage. Zodat we ons hier even kunnen omkleden. We gaan nu even een outfitje meenemen. Ook nog wel, we gaan ergens erg zo. Ik kom echt niet aan mijn woord. Ik ga ergens even wat drinken. Nee. Sjoerd en ik gingen net foto's maken bij de gracht. En toen viel mijn zonnebril erin. Dus we gaan nu eventjes verplaatsen. Ja? Oké, beter. Charlie, ik heb wel veel mijn kaas gedaan. Ja, beter. Charlie, ik zit bij Coffee Company. Hallo. We gaan even wat eten en even een fotootje maken nog. En dat is eigenlijk best wel leuk. Dat alleen een beetje jammer dat die man aan het zagen en aan boren is. Alleen we zoeken een beetje. Waarom ben ik zo groot? We zoeken dus een oldtimer. Om een leuke foto bij te maken. Het is dus een auto voor de mensen die het niet weten. En willen er eentje. Dus stel, je hebt een oldtimer. Kom foto's met ons maken. Kijk, nu zie je het echt goed. Wel schattig hoor, dit. Delft, ja. Ik heb zoveel honger. Het is nu trouwens 2:10. Ik hoop dat de tosti's snel klaar zijn. We hebben tosti met een smoothie. Als ik hier nou nog honger heb, dan gewoon stop op met vlindertje. Maar ze hebben toch ook muffins hier, zag ik staan? Nee. Kijk nu hoe blond mijn haar is. Nu zie je het echt goed. Ik weet niet of je me hoort trouwens. Maar oké, doei. Ons eten is er al, maar ik was vergeten te filmen. Lekker sapje, lekker tostietje. Maar ook met een gebouw erop. Wil je ook gebouw erop? Ja, ook gebouw. Oké, die gebouwen? Wat is dat voor een rijder? Oh, dat zijn gewoon terrasjes, schopje. Rita. Ja, ik niet, maar hè. Oh, ik zie het als goed. Over precies een maand zitten we in Parijs, toch? Oh nee, bijna. We gaan de 18e gaan we weg en het is vandaag de 14e. Nog een maand en dan zitten wij in Parijs. Dat kan niet, hè? Ik denk trouwens... dat als we naar Parijs gaan, laat even weten wat jullie leuk vinden, maar ik denk dat als wij naar Parijs gaan, dat ik dagelijks ga vloggen. Dus van elke dag één aparte vlog maken. Dat is wel leuk. Ja. En één keer een kip 6. Met welke saus wil je daarbij? Zoetzuur alsjeblieft. Zoetzuur? Ja. En wat dan? Of doe maar een kip 9, sorry. Geen kip 6? Nee, een kip 9. Met zoetzuur en frietsaus. Eén losse frietsaus erbij doen? Ja. Dat was hem. Ja. Voor de 12:70 mag je door naar het eerste raam. Dank u wel. Charlie, ik ben weer bij ons dagelijkse plekje. Ja. Lekker bij de McDonald's. Zoveel honger. Ik ben echt bruin geworden, hè? Ja, ik niet. Ik heb gisteren in de zon gelegen. Een paar weken geleden was ik echt heel bruin, maar dat kleurtje zo. Zo, toen was je echt heel bruin. Zo bruin zijn jullie nu. Ja, jongens, mannen zijn nog steeds vies. Dank je. Dank je wel. Dank je wel. Oh, ze zijn zo aardig. Zo in Amerika. Wil je even rijden? Hoe laat moet jij... Gaat het maar niet. Nee, ik hoef niet op bepaalde... Als ik maar voor 17:30 die pakketjes doe, maar het is voor 5 uur, hè? Het komt voor 5 uur. Ja, maar het postkantoor gaat om 17:30. Oké, voor 5 uur dan. Maar dan hebben we nog wel even de tijd. Oh, wacht. Kijk jongens, dit is de nieuwe. Kijk hoe dat het echt... van binnen uitziet. Oh, mijn kotje. Kijk. Oh, lekker. Het is woensdag vandaag en ik ben al een tijdje wakker. Het is nu
10 over 11. Ik heb net even de hond uitgelaten. En ik hoef vandaag niet naar school. Het is zelfs echt heel erg lekker. Ik heb vandaag eigenlijk ook niet echt een planning. Gewoon een beetje uitrusten. Want ik ben echt heel erg moe. Mijn doel was ook echt om uit te slapen vandaag. Maar het is me niet gelukt. Ik was om 9 uur wakker. En ik kon gewoon niet meer slapen. Want het is best wel warm in mijn kamer. En best wel licht. Want ik heb best wel lichte gordijnen. En het komt er gewoon doorheen. Zeg maar aan de zijkant. Dus het was wel heel erg snel licht in mijn kamer. Dus ik kon niet meer slapen. Dan moet ik vandaag eventjes dit broekje van Levi's. Dit shirtje op de post doen. Want die heb ik gisteren verkocht, dus die ga ik vandaag op de post doen. Dit is trouwens echt een tip van de dag. Als je bijvoorbeeld magere yoghurt altijd neemt, net zoals ik. Maar dat eigenlijk een beetje zuur vindt. Oh my god, jongens, kijk mijn handen. Dit kan toch niet? Het moet er echt af, dit kan echt niet. Maar als je dat ook altijd een beetje zuur vindt, magere yoghurt. Doe er dan gewoon een beetje jam doorheen. Ik gebruik altijd deze jam van Hero. Dat 30% minder suiker. En doe ik dat er gewoon een beetje doorheen. En dan is het gewoon een soort van, ja, framboos yoghurt. Maar dan toch gezond. Ik ben eventjes naar de Primera gelopen om een pakketje voor je Night Wardrobe op te passen doen. En eventjes langs Kruidvat gelopen. Mijn benen en armen zijn echt mega droog. Dus ik dacht, ik koop even een Zwitser body lotion. Want bij zwemmen heeft Tessa deze altijd. En die ruikt altijd heel erg lekker. En ik hou echt van Zwitser. Dus ik dacht, die hou ik. En dan deze gezichtszonnebrand van Biodermal. Biodermal had 1+1 gratis actie. Dus ik heb deze voor mezelf gehaald. Zonnebrand gezichtscreme voor de gevoelige huid. En mijn moeder heeft dan de Aftersun. Ook van Biodermal. Die was 16 euro en deze 20. Maar het was nu dus 1+1 gratis. Dus ik had twee dingetjes voor 20 euro. Dus dat is heel erg chill. Het is vandaag donderdagavond. Ik heb heel de stage gelopen. Het was vandaag mijn ene laatste dag. Morgen mijn laatste dag. Ik kan echt niet vertellen hoe blij ik ben dat ik volgende week donderdag en vrijdag gewoon geen stage meer hoef te lopen. Ik ben zo intens gelukkig. Ik heb wel heel lief van mijn baas een goodiebag gekregen. Niet per se omdat ik wegging. Ik ga het even in mijn bordje kamer filmen, daar beter licht. Niet per se omdat ik wegging, maar gewoon Jan is er nog over. Ze zei, Fleur, wil jij die hebben? Ik zei, oké. Ja. Dus ik ga even laten zien wat erin zit. Ik liep dus stage bij Lifestyle Salon De Heek. Dat zit op de Denneweg in Den Haag. Pardon. Volgend jaar op elke vrijdag ga ik er weer stage lopen vanaf september. We werken in de salon samen met producten van Aveda en Image. En daar heb ik dus wat dingetjes van gekregen. Nou, mijn eigen trui. Als eerste dit pakketje. De Aveda Hand & Body Wash. De Aveda Handcreme. En de Aveda Stress Fix Lotion. En twee kaartjes. Voor, even kijken. Oh, fijn. Deze zal verlopen. Dit is een te goed kaartje. Tot en met 4 mei. Het is vandaag 16 mei, dus die kan ik niet meer gebruiken. Wat is dit? Een kaartje voor gratis kleuradvies. Nou, leuk. Een magazine van Image. En dan nog producten. Oh, ik zie niet deze producten zien. Even kijken. Een hand en body wash. Ruikt die lekker? Oeh, het ruikt naar stage. Niet heel lekker. Maar maakt niet uit. Dan een handcreme. En die is wel echt heel chill. Ik vind de voetcreme hiervan ook echt heel chill. En deze ruikt zo lekker. Deze ruikt naar kaneel en naar de winter ruikt deze gewoon. Dus die. Maar deze ga ik denk ik gewoon voor mijn voeten gebruiken. Want ja. Ik heb altijd hele erg zweethanden van mezelf. Dus handcreme is voor mij echt een no-go. Maar ik kan ook gewoon voor mijn voeten gebruiken. En dan nog een Aveda Stress Fix Body Lotion. Even kijken hoe die ruikt. Die ruikt ook naar Aveda. Of zeg maar gewoon naar stage. Dus die drie. En dan nog twee dingetjes van Image. Als eerst een anti-age masker. Ik ben pas 19, dus ik hoop dat ik dat nog niet nodig heb. Maar het is op zich wel lekker gewoon. Een maskertje. Dit is zeg maar zo'n... Hoe noem je dat? Zo'n blad wat je op je hoofd legt. Dus die... En dan nog van Image voor de normale tot droge huid. Een travel kitje. Hallo. Dit setje. En even kijken. Dit is de Ageless Total Facial Cleaner. Dit is de Vital C Hydrating Anti-Aging Serum. Deze is wel heel fijn. En dan nog een hydraterende moisturizer met SPF 30. Dus die zit er allemaal in. Dat is voor te reizen. Maar... Ja. Kijk, dit is dus waar ik stage loop. Dit is het pand van Aveda. Of nou ja, vroeger heette het Aveda. Nu heet het Lifestyle Salon De Heek. Dit is het pand. Kijk, dit is de kapsalon. Ik zet er ook iets in van de beauty salon. Nee, je kan dus bij ons
heb je de kapsalon, je hebt de beauty salon, dus gewoon schoonspecialisten. Je hebt IPL, dat is zeg maar het ontharen. Of zeg maar, ja. Oh, er zit nog een cremmetje in trouwens. De Ageless Total Overnight Mask of zoiets. Oké, dus dat is alles wat er in de goodiebag zat. Nu ga ik eventjes mijn tas inpakken, want ik ben bij mijn vader. Maar ik sta vanavond bij mijn moeder. Dus dat is wat ik nu ga doen. Even mijn tas inpakken, dan ga ik naar mijn moeder, ga ik haar avond eten. En dan zie ik jullie daar wel weer. Vrijdagavond. En ik heb vandaag mijn laatste stage dag gehad. En ik ben zo bizar blij. 17 mei vandaag. Laatste stage dag. Tot en met september. Tot september hoef ik dus geen stage meer te lopen. Ik ben echt heel erg blij. Ik ben gewoon nu vanaf nu elke donderdag en vrijdag vrij. Of nou ja, vrij. Volgende week donderdag moet ik dan toevallig werken. Maar ik weet niet. Zo'n lesgeven vind ik gewoon niet zo erg. Ik zie dat niet echt als werk. Nou, het is natuurlijk wel mijn werk. Maar ik vind het niet zo heel erg. Dus, oh, ik ben echt super blij. En mijn haar ziet er in geen tijd. Het is echt heel erg vet. Maar ik heb geen zin om het te wassen, want morgen moet ik toch werken in het zwembad. Beetje zonde om te wassen. Ik had een... Oh, eerst pakketje binnengekregen. En kijk even hoe groot... Oh, er zit allemaal van dit gekke spul in. En ik haat dit geluid. Ik kan er echt van kotsen van dat geluid. Maar dat is een pakketje van OPI. En kijk even wat voor mega grote doos. Voor zo'n klein pakketje, maar oké. Okay. Ik heb dus 6 nagellakjes ontvangen van OPI van de Neon collectie. Dus die wil ik eens aan jullie laten zien. Het zijn 6 kleurtjes, full size nagellakjes, 15 milliliter per stuk. Als eerste dit kleurtje, echt zo'n neon roze. Deze vind ik wel gaaf voor de zomer, voor op je tenen of zo. Die dus. En die heet VI Pink. Dan een beetje dit koraalkleurtje. Op camera lijkt hij iets lichter. Maar is echt wel een beetje, zoals de collectie al zegt, een beetje neon. Deze vind ik ook heel erg mooi. Voor in de zomer. Voor op je teentjes. Deze kleur heet Orange You a Rockstar. Dan een paarse. En die ziet er zo uit. Ook weer lekker fel voor de zomer. En die heet Positive Vibes Only. Dan een beetje een geel-groen kleurtje. Ik ben hier zelf nooit zo van. Want ik vind dit zelf niet heel mooi op nagels. Maar het is wel een heel gaaf kleurtje. En dit is de kleur Pump Up the Volume. Dan een turquoise kleurtje. Ja, geel, blauw en groen zou ik nooit zo snel op mijn nagels doen. Maar het is op zich wel een mooie kleur. En deze heet Dance Party Teal Dawn. Of zoiets. Ik weet niet. Maar die in ieder geval. En als laatste deze echt wat meer blauwige kleur. En die vind ik wel heel erg mooi. Maar ook weer wat ik net zei. Ik draag niet echt blauwe kleurtjes op mijn nagels. Die en die heet Music is my muse. Dus dit zijn de 6 kleurtjes die ik had ontvangen. Ik denk dat deze kleurtjes meer mijn kleurtjes zijn. Deze niet echt. Maar ze zijn wel hele mooie kleurtjes. Deze kleurtjes zijn ook te koop in de winkel. Ik heb deze dus opgestuurd gekregen. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Ik vind OPI lakjes. Ik vind OPI lakjes altijd heel erg fijn lakken. Dus we blijven lekker lang zitten. Dus hier ben ik heel erg blij mee. Mijn vader is eventjes eten aan het halen. Want ik heb nog niet gegeten. En ik heb echt heel erg honger. Zoe die moet tot 8 uur. Of moet tot 8 uur. Die is tot 8 uur aan het leren in de bieb. Die zit midden in de examens hoor. Ik heb zowel 2,5 weken niet gezien. Het is heel lang. Want normaal zien we elkaar 3 tot 4 keer in de week. Dus ze komt na de bieb. Komt gezellig hier naartoe. En dan gaan we even gezellig zitten. En dan kan ik ook eindelijk de poster aan haar geven. Want ik had deze Decennio poster voor haar uitgezocht. Of althans, ze had hem uitgezocht. Dus die kan ik ook eindelijk aan haar geven. En ik heb echt heel erg honger. Dus ja, ik ga even die nagellakjes opruimen. En die mega doos met dat piepende spul weggooien.
En wacht tot mijn vader er is en lekker eten. Het is zaterdag. Ik moet werken. Ik moet opschieten. Ik heb haast. Het is 11:55. Om 12:00 moet ik werken. Dus ik moet 10 minuten van tevoren zijn. En ik moet nog 2 pakketjes op de post doen. Dus tot straks. Het is zondag vandaag. Ik irriteer me een beetje aan mijn hoofd en aan mijn haar. Want ik heb het gisteravond gewassen. En het zit nu zo plat op mijn hoofd. En die plukken. Ik ben sowieso een beetje chagrijnig. Ik weet niet echt waarom. Ook zou ik vandaag eigenlijk met Miu naar de outlet in Roermond gaan. Alleen we hebben geen auto, dus we kunnen niet. En het is 1 uur en 3 kwartier rijden, dus met de trein ga ik echt niet doen. Dus nu gaan we volgende week vrijdag, maar ik kan me er gewoon echt op verheugen om vandaag te gaan. Dus daar ben ik ook een beetje chagrijnig door. Wel ga ik zo meteen naar Milan toe gewoon. Ik wil gewoon naar Roermond. Ik wil gewoon lekker in die shelter, lekker snuffelen, leuke dingetjes kopen. Maar ja, gisteren heb ik gewerkt en daarna had ik 4 jaar van mijn neefje, dus heb ik ook niks meer gefilmd. Vandaag ga ik dus ook eigenlijk niks meer doen. Behalve zometeen dus naar Miu toe. En dan volgende week vrijdag gaan we naar Outlet Roermond. Want Miu heeft ook nog steeds geen verjaardagscadeautje gekregen van mij. Omdat hij wist niet wat hij wilde hebben. En ja, hij is best wel moeilijk met wat hij leuk vindt. Dus ik dacht, ja, ik kan wel wat gaan kopen. Maar waarschijnlijk vindt hij het toch niet leuk. Dus we gaan dan in de outlet in Roermond kijken of er misschien iets leuks is. Dus... Daarom wilden we er ook in. Maar ik wilde ook gewoon even kijken. Want Rosa had echt een chique zonnebril van Gucci in de outlet daar gekocht. En ik kreeg heel vaak de vraag de laatste tijd van wie is Milan. Maar Milan is mijn vriendje en hij wil niet op beeld. Dus vandaar dat ik ook niet film als ik met hem ben. Maar we gaan wel in de vakantie gaan we naar Kools. En hij heeft gezegd dat hij het dan niet erg vindt om af en toe in de vlog te komen. Hij zegt van ja, ik hoef niet de hele tijd in beeld te zijn. Maar als ik erin kom vind ik het ook niet heel erg. Dus wel stop. Ja, voor de rest had ik vrijdag mijn laatste stage dag. En dat heb ik al verteld, maar ik was echt kapotje blij ben ik daarmee. De komende week moet ik ook weer lekker veel werken. Woensdag moet ik werken van 12:30 tot 7:15. In het zwembad sta ik dan. Ik sta gewoon 7 uur lang in het water. Niet heel goed voor je huid, maar oké. Dan donderdag moet ik van 16:30 tot 19:15 volgens mij. En vrijdag ga ik dan met Miu naar Roermond en... Die zaterdag moet ik ook werken. Die zondag heb ik nog niks volgens mij. Oh ja, en donderdagavond ga ik uit. En vrijdagavond ga ik ook uit. Dus dat is heel erg leuk. Dus ik heb wel zin in volgende week nu. Dus ja, mijn hoofd ziet er ook echt niet uit. Maar zegt. Ik heb het altijd, als ik dan mijn haar net heb gewassen, dan stel ik altijd een beetje de voorste pluk. Omdat ik hem van mezelf krullen. Dus anders ziet het er echt niet uit. Maar dan staan al die spritjes dan hier omhoog. En dit hangt zo slierterig langs mijn gezicht. Er echt niet uit, maar goed. En ik kreeg trouwens heel veel vragen of ik mijn Dr. Martens al binnen heb. Want ik heb natuurlijk vorige dinsdag had ik in mijn vorige weekvlog verteld dat ik een paar Dr. Martens had besteld. Die gecustomized waren met Off-White. En de verzendtijd zou 3 tot 5 werkdagen zijn. Dus had ik hem eigenlijk afgelopen dinsdag binnen moeten hebben. En dat was werkdag nummer 5. Maar ze waren nog steeds niet binnen. Dus ik had die mensen een mailtje gestuurd van... Yo, weet je, een week geleden heb ik mijn schoenen besteld. Ze zou vandaag uiterlijk binnen moeten zijn. Waar zijn ze? Toen hadden ze dus gezegd... Ja, we krijgen onverwacht zoveel bestellingen... dat we echt enorm achterlopen op ja, alle bestellingen gewoon. Ze hopen ze deze week op te sturen. Dus ik hoop dat ze dat hebben gedaan. Dat ik ze komende week binnen heb. Anders vind ik het wel echt heel lang duren. Dinsdag is namelijk al werkdag 10. Dus morgen werkdag 9. Dus ja, maar ja, ze kunnen er op zich niks aan doen. Maar dan denk ik van, ja, je kan het verwachten dat er opeens heel veel schoenen besteld wordt. Toch moet je daar toch een beetje rekening mee houden. Maar goed, ik ben in mijn zeikmodus. Ik ga de camera uitzetten, want het wordt er niet zo gezellig op. Ik ga Miu's kleding een beetje bij elkaar rappen naar Miu toe. En voor de rest ook geen planning. Dus, dat, ja, doei. Ik ben gisteren helemaal vergeten de weekvlog af te sluiten. Het is namelijk maandag vandaag. Gisterochtend zat ik natuurlijk een beetje te zeuren dat we niet naar Roermond gingen en bla bla bla. En toen uiteindelijk kwam ik bij Miu aan, zei hij oké, we gaan alsnog naar Roermond. Maar ik had mijn camera thuis gelaten, want ik dacht van ja, we gaan gewoon een film kijken of iets anders doen. Dus ik heb uiteindelijk niet kunnen filmen daar en de geheugen van mijn telefoon zit vol, dus daar kon ik ook niet mee filmen. Het was echt super 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 druk in Roermond. Dat was 2,5 uur reizen, omdat, of rijden met de auto, omdat... De weg naar Maastricht of zo was afgesloten. Dus we moesten omrijden. En het was echt... We hebben zo lang in die auto gezeten. Maar het was wel echt vet gezellig. Ik heb niks gekocht. Applaus voor mezelf. Ik heb gewoon niks gekocht daar zo. Ik ben best wel een beetje trots op mezelf. Want ik zag wel een aantal leuke dingetjes. Ik zag een leuke Furla tas. Ik zag een leuke tas van Maillet.
Waar ik echt een soort van spijt van heb dat ik hem niet heb gekocht. Maar op zich, hij scheelde niet heel veel met de normale prijs. Dus ja, ze hebben hem ook nog in de collectie van nu, maar dan in het rood. En die rode vind ik ook heel erg leuk, was namelijk een tas. Dus als die straks misschien bij de Bijker of in de sale komt, ga ik hem dan kopen. Miu heeft wel echt vet veel leuke dingen gekocht. Hij heeft een trui van Sandro, een shirtje van Sandro en een jas van Sandro. Sandro is een heel erg leuk merk. Ik heb nu echt veel te vaak Sandro gezegd in één zin. Maar die jas heeft hij van mij gekregen, want ik had natuurlijk nog geen verjaardagscadeautje voor hem. En toen zag hij die hangen. En die vond hij heel erg gaaf, maar hij twijfelde heel erg. Dus ik zei van, oké, weet je, als je hem aan het eind van de dag nog steeds wilt, want we gingen gewoon verder lopen. Hij had eerst die trui en dat shirt gekocht. Toen zei ik, oké, als je hem straks nog steeds wilt, dan lopen we terug en dan krijg je hem van mij voor je verjaardag. Dus die heeft hij van mij gekregen. Echt een hele leuke jas. Die hoodie van hem ga ik sowieso een keer stelen. Maar goed, ik wil bij deze de weekvlog afsluiten. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Vond je het nou leuk? Doe een duimpje omhoog. Volgende weekvlog gaan heel veel leuke dingen gebeuren. Ik ga namelijk met Zoe naar de stad. Ik ga uit voor Charles' verjaardag. Ik ga naar een kliniek event. Ik ga uit met de Kari's. En ja, het wordt gewoon echt een hele leuke week, denk ik. Hoop ik. Althans, weet ik eigenlijk wel zeker. Dus heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei doei!